We beginnen meteen met een star drop. Dat is een goed begin en we krijgen super zeldzaam. Oh, hier heb ik echt helemaal niks aan. Na een paar munten. Maar dat wil ik niet. Ik wil namelijk vandaag heel veel knokkers gaan kopen. Alleen eerst even kijken, wat heb ik in de winkel? Oeh, ik heb weer gratis kostige cash en dat ga ik nodig hebben. Ik heb namelijk helemaal niks meer en er zijn nog heel veel deals die ik kan openen. Oké, we beginnen met de gratis deal. 10 kostige cash. Oeh, een power maaltijd. Laten we die meteen maar gaan openen en we krijgen een krabburger of een geleiburger. Gadverdamme. Dat wil ik niet. Wat krijgen we nog meer? We krijgen een mega deal en een star drop. Maar dat is een willekeurige. Ik wil een legendary star drop. Kan ik die ook krijgen? Ik wil namelijk knokkers unlocken. Oeh, wat hebben we hier? Dit is ook weer een normale star drop. En de mega deal is... Oeh, een legendarische star drop. Alleen, hoe duur is dat? Oh, dan moet ik edelsteen erbij leggen. Weet je wat? Ik ga denk ik gewoon die edelsteen erbij leggen. Dan krijg ik namelijk een geheide Leon. En Leon is de enige legendary knokker die ik heb. En ik wil er vandaag sowieso meer in lokken. Dus we beginnen gewoon met een potje kwallenvissen. Als ik deze namelijk win, dan ga ik die mega deal kopen. En hopelijk krijgen we dan daar een knokker uit. En zo niet, dan moet ik maar op een andere manier knokkers zien te kopen. Ik wil namelijk vandaag heel veel knokkers unlocken. Oké, maar wel eerst het potje even winnen. Alleen ik denk wel dat dat gaat lukken. Omdat ik nog maar heel weinig trofeeën heb met Leon. En nee, ik wil niet dood. Geef me eventjes al die inktvissen. Of hoe heet het? Kwallen zijn dat natuurlijk helemaal geen inktvissen. Al lijken het wel een beetje op inktvissen. En dit is even... Yeah, even een dansje buiten. Yeah, we gaan dit makkelijk winnen. Alleen dan moeten mijn teammates niet doodgaan. Dat is niet heel erg slim. Weet je wat? Ik ga hier gewoon staan. En dan wachten totdat de spawn protection weg is. En dan vanaf achter... Bam, 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 val ik ze gewoon keihard aan. Oh, terugtrekken. Terugtrekken. Dit is niet slim. Ga jij eens even dood. Ik wil niet doodgaan. Ik wil niet doodgaan. Kijk dan. Dit potje gaan we echt makkelijk winnen. We hebben nog maar 7 kwallen nodig. En dan hebben we dit potje gewoon nog gewonnen. Kijk. En jij moet even dood. Yeah. Even een dansje tussendoor. Even onzichtbaar worden. En we gaan weer iedereen schieten. Oh nee. Ik ga dood. Ik ga bijna dood. Ik moet niet doodgaan. Oeh, dat scheurt echt helemaal niks. Oké. We killen jou even. Nee, ik ben dood. Maar volgens mij gaan we wel het potje echt elk moment winnen. En dat elk moment is nu. Ja, oh nee. Oh, ik heb internetproblemen. Dit is niet de bedoeling. Dat elk moment is nu. Dat bedoel ik te zeggen. Let's go. 8 trofeetjes erbij. En we krijgen een star drop waar we echt iets heel erg slechts uit krijgen. Ik denk dat het tijd is dat we gewoon even deze mega deal gaan kopen. En oh, dit is zo duur. Maar ik ga het gewoon doen. En we krijgen eerst, de mechanische klarinet krijgen we. Maar dat wil ik niet. Ik wil gewoon die star drop. En oh, we krijgen de skin. Ik dacht even dat ik een nieuwe knokker kreeg. Nou, uitrusten gaan we meteen doen. En kom op. Een legendarische star drop. Geef me alsjeblieft een beetje geluk uit. Een nieuwe knokker. Oh, 1000 munten. En daar heb ik zoveel voor betaald. Ik wil een nieuwe knokker. Wat is er allemaal in de winkel wat ik nog kan kopen? 30.000 kostige cash. Alleen dat kost 30 euro. Dat is echt heel erg zonde van mijn geld. Weet je wat? Als deze video gewoon heel veel duimpjes omhoog krijgt, ga ik deze de volgende keer kopen. Verder kan ik echt helemaal niks in de winkel kopen. Maar ik heb nog heel veel van de Brawl Pass wat ik kan unlocken. Dat gaan we nu gewoon allemaal achter elkaar unlocken. In de hoop dat ik dus een knokker krijg. Oké, sowieso gaan we even dit allemaal unlocken. Zo. Kijk, en dan kan ik sowieso al 1 nieuwe knokker krijgen. Dat is een goed teken. Dat is namelijk Bea. En de volgende nieuwe knokker die ik wil krijgen, dat is Mortis. Alleen, ik wil een knokker krijgen uit de star drop. Dat lijkt me zo gaaf. We krijgen super zeldzaam. 100 munten, wil ik niet. Oké, nog een star drop. En we krijgen Bling. En, super zeldzaam. Wil ik niet. Ik wil nieuwe knokkers. Dat is het enige wat ik wil hebben. Wil ik ook niet. Kom op, een nieuwe knokker. We krijgen zeldzaam. Nee. Oh, waarom heb ik zoveel pech met die star drops? Weet je wat? Ik ga gewoon even alles unlocken wat ik hier op die Brawl Pass heb staan. Dan gaan we een potje spelen met Bea, mijn nieuwe knokker. En als ik die win, ga ik gewoon een knokker kopen. Ik moet er zo meer knokkers unlocken deze video. Dat kan niet anders. Potje showdown met mijn nieuwe skin. Ik wil eigenlijk mijn nieuwe knokker gebruiken. Maar ik wil deze skin ook gewoon nog proberen. Want dit is gewoon Leon in een haaienpakje. Dit ziet er toch vet uit. Oké, hier staat iemand. Jij moet even dood. Nee. Au, oh nee, niet. Au, wat ben je aan... Ik kan niet eens meer praten. Ik ben bijna dood. Oh, dat ging echt maar net goed. Zo, geef me even dit krachtpuntje erbij, dankjewel. En ik weet niet wat hierboven allemaal gaande is, maar ik ga gewoon hier even die krachtpuntjes pakken. Het is een showdown en hij is al heel erg weak. Dus als ik dit doe, dan heb ik als het goed is gewonnen. Kijk, jij bent weak. Oh, dit was echt een easy win. Yeah, weer 10 trofeetjes erbij. En dat betekent dat we gewoon deze gaan kopen. Waarom niet? Kom op, geef me wat leuke dingen. We krijgen een krabbel ananas, dat wil ik niet. En, oh, is dit een knokker? Nee, dit is een skin. Dino Leon, die wil ik ook niet. Oké. Kom op, we hebben dus 3 star drops. Geven we een nieuwe knokker. Super zeldzaam? Nee. En we krijgen weer super zeldzaam. Oh, ik wil geen krachtpunten. Kom op, geef me gewoon een nieuwe knokker. Oh, weer geen nieuwe knokker. Weer super zeldzaam. Maar daar heb ik zoveel geld voor betaald. Het is zo zonde. Oh,
deze mega deal ga ik kopen. Alleen dat kost ook weer edelstenen. Ik geef zoveel geld uit. Het is zo zonde. Waarom doe ik dit? Een rupsbubbel hebben we gekregen. Kom op. We krijgen nu als het goed is 10 star drops. Uit die 10 star drops wil ik op zijn minst 1 nieuwe knokker hebben. Anders weet ik het ook niet meer. Nee, heb ik niks aan. Oh, we krijgen episch. Een knokker. Nee, munten. Nee, weer alleen maar zeldzaam. Waarom heb ik zoveel pech en krijg ik alleen maar zoveel slechte dingen? Kom op. En weer geen nieuwe knokker. Jongens, ik heb denk ik echt de grootste pech in heel Brawl Stars ooit. Omdat ze denken, jij blijft toch wel geld uitgeven. Hier, weer super zeldzaam. Oh, en dat waren alweer alle star drops. Weet je, de rest ga ik gewoon niet kopen. Ik vind het zonde van mijn geld. Ik ga dat alleen doen als jullie liken. Want dan ga ik namelijk weer de hele winkel leeg kopen. Want dat is leuk. Ik heb 1 nieuwe knokker gekregen. Dat is namelijk Bea. Ik vind Bea wel echt een hele slechte knokker. We gaan een potje spelen. En als we deze niet winnen, ga ik gewoon een knokker kopen. Ik moet en zal vandaag een legendarische knokker vrij spelen. Dus ik moet dit potje gewoon winnen. Want dan ga ik namelijk een knokker kopen. En als jullie willen dat ik nog meer dingen ga kopen, moeten jullie deze video liken. Want dan zie ik dat jullie het leuk vinden dat ik geld uitgeef. En dan moet ik het wel kopen. En ik ben dood. Ik zei toch dat Bea een slechte knokker was. Oké, poging 2. En ik ben alweer bijna dood. Omdat ik meteen alweer werd aangevallen. Geef me eventjes deze. Dankjewel, geef me die krachtpuntjes. En dan kunnen we Colt daar misschien even killen. Ja, kijk, dit is een beter begin. Oh, en hier staat een Mortis. Of nee, dat is geen Mortis. Is er iemand die ik misschien kan killen? Krachtpuntje meepakken, dankjewel. En oh, hier is er iemand die bijna dood is. Die schiet allemaal kogels op jou. En jij bent dood. Kijk, nu gaan we de goede kant op. Oh nee, er loopt hier een pam. Alleen die, laat me met rust. Er zijn nog maar 3 knokkers over. Ik heb verloren alweer. Weet je wat? Jullie kennen de regels. Een top 3 is een win. Ik ben gewoon heel erg slecht. Ga gewoon naar de Victory Road. En wat kan ik kopen? Oh no, deze is heel erg duur. En deze is ook heel erg duur. 700. En deze ook 700. Legendary knokkers kosten gewoon 700. Dat is wel heel erg duur. Maar wat ik wel kan doen is op de Brawl Pass 30 betalen. En dan krijg ik de Star Drop. Die gaan we openen. En we krijgen weer een zeldzaam. Ik heb echt heel veel pech uit de Star Drops. Maar ik heb het potje gewonnen. Of nou ja, top 3. Dus ik moet een nieuwe knokker kopen. En welke ga ik kiezen? Ik heb zoveel keuze. Ik kan elke knokker kiezen die ik wil. Maar ik weet niet welke goed is. Ik vind deze vet uitzien. Ik wil Barry. Barry, jij bent nu mijn nieuwe knokker. En als ik met jou een potje win, dan ga ik nog 1 knokker kopen. Alleen, ik heb geen idee wat Barry allemaal kan. Dat gaan we testen. Oké, wat kan Barry? Barry schiet... Oh, Barry schiet ijsjes. Kijk hoe vet Barry eruit ziet. Het is gewoon één groot sterk paard of een eenhoorn. Weet ik veel wat het is. Ik vind het gewoon een hele vette knokker. En ik ben blij dat ik hem heb. Zo, en dan pakken we... Oh nee, hier loopt iemand. Hier loopt iemand. Hey. Auw. Auw. Ik ben bevroren en ik ben dood. Nee. Waarom is iedereen zo goed? Oké. Dit was een inkompotje met Barry, oké? Poging 2. En nu moet ik het iets slimmer aanpakken. Oh, en er is hier meteen iemand die mijn krachtpuntje gaat stelen. Wat ben jij een vervelend persoon. Ik kan jou gewoon killen als ik die bommetjes op je gooi. Hier, had je me niet van mij moeten stelen. Nu ga ik hem namelijk van jou weer afpakken. Kijk, dan pakken we deze er even bij. Ik heb weer internetproblemen. Jongens, ik geef zoveel geld uit aan Brawl Stars dat ik helemaal geen internet meer kan kopen. Oh, en hier zijn 2 krachtpuntjes. Die wil ik eigenlijk nog wel even meenemen. Dankjewel. Kijk, en nu staan we er alweer een stukje sterker voor. Eens even kijken. Loopt hier iemand die ik even makkelijk kan killen? Wat doet zijn special? Wow, wow. Oh, ik kan niet verwacht dat jouw special dat deed. Ik ga jou killen. Ik weet niet hoe ik het ga doen, maar ik heb gewonnen. Ik heb geen idee wat daar allemaal gebeurde. Maar we hebben gewonnen. En dat betekent dat ik sowieso weer een star drop krijg. We krijgen mythisch. Oh, ik had echt gehoopt op een nieuwe knokker. Maar in de winkel kunnen we wel nog een knokker kopen. Dat is namelijk Brill. Dus die gaan we ook nog even kopen. En zo heb ik in deze video best wel veel nieuwe knokkers erbij gekregen. En in de volgende video ga ik weer de hele krokante krab leeg kopen. Oh, en ik heb zojuist 30.000 korstige cash gekocht. Maar dit ga ik uitgeven in de volgende video.